Even een goed ontbijtje doen. En dan nog steeds hier en dan kun je lekker schaatsen. Vorige week kon je nog in je t-shirtje lopen. Nou, sta je op het ijs dadelijk. Goedenavond. Het was koud vannacht en daarom kon het vanochtend een paar uurtjes in Winterswijk schaatsen. Centimeter ijs lag er op de opgespoten baan van de Winterswijkse ijsvereniging. En dat was precies genoeg om tot 12 uur rondjes te kunnen rijden. Enkele honderden liefhebbers maakten er gebruik van. Na 7 maanden en 17 dagen kraakte het ijs vanmorgen weer in Winterswijk. De vrijwilligers wisten afgelopen nacht een ijsvloer van 1,2 centimeter neer te leggen. We hebben geen geheimen. We hebben een ijsbaan met schuimbeton onder het asfalt. We hebben een sproeisysteem waarbij we gedoseerd kunnen sproeien. Zo hebben onze vrijwilligers dat in elkaar gezet. En dat zit. De rest is fingerspitzengevoel. Het weer was zodanig dat we nu een prachtige ijsvloer hebben. Allemaal blije mensen. Mooi weer. Het kan niet beter. 7:15 was ik eruit. Ja, ben ik op tijd eruit en dan even goed ontbijtje doen. En dan op tijd hier en dan kun je lekker schaatsen. Vorige week kon je nog in je t-shirtje lopen. Nou, sta je op het ijs dadelijk.